Zijn we er klaar voor, vrienden? Ja, het moment is daar. Ja, daar kan niet meer getreuzeld worden. En moet nu zo ongeveer wel beslist worden waar we op gaan stemmen. Ja, want die jongens op links hebben jullie gezien. Die treuzelen niet hoor. Die doen precies, ik heb het al gezegd, wat ik steeds zei. Die gaan gewoon heel keurig strategisch stemmen. En die hebben in één keer, boem, 4 zetels bij en gaan mee in de kopgroep samen met VVD. En ja, en nou moet je, we weten dat het eraan zit te komen, hè. Waar gaat dit hele verhaal over? We willen geen Timmermans in het torentje. Daar ging het over. Dat willen we sowieso niet. Nee, nou, ga nou niet laten zeggen van, goh, dat is ook wat. Nou wint GroenLinks en Partij voor de Arbeid. Dat weten we nu al dat er misschien zit aan te komen. Dus, en zij gaan gewoon strategisch stemmen. Ja, zij doen wat wij allang, wat ik allang tegen jullie zeg. En dat doen zij gewoon. En waarom doen wij dat dan niet? Want bij ons zie ik steeds maar de mensen toch zeggen van, nou ja, Harry, ik stem toch gewoon op de club die mij het meeste bevalt. Ja, ik stem toch gewoon op PVV of weet ik veel waar, op Forum of weet ik veel waar ze op willen stemmen. En dan denk ik, nee, stem nou gewoon, ja, strategisch. Want je kan, maak het sommetje maar. Als je PVV de grootste maakt, Wilders, die komt helemaal alleen te staan. Want Dylan heeft nu gezegd, we hebben het net gelezen, ja, ik ga niet in een kabinet met Wilders als premier. Hé, nou ja, dan weet je dat maar. Of het terecht is, dat doet allemaal niet de zaken. Dat zijn de feiten. Zij gaat dat dus niet doen. Dus als we Wilders de grootste maken, die komt helemaal alleen te staan. Dat land wordt onbestuurbaar. Want de Pieter wil niet met hem. En Timmermans wil niet met hem. Nou, en nu wil de VVD ook niet met hem. Nou, dan zijn we gauw klaar. Ja, dus dan heeft het geen zin om PVV te stemmen. En ja, dus dan denk ik, wat moeten we nou? Moeten we dan op de Pieter stemmen? Ja, de Pieter, daar kun je wel op stemmen. Maar daar weten we niet zeker van of die het rechts gaat houden. Nee, die kan zomaar ineens op links afslaan en dan gaat hij met die Timmermans mee. Want hij heeft niet gezegd, ik ga absoluut niet met Timmermans. Dus die is niet te vertrouwen wat dat betreft. Nou ja, vrienden, dus dan maak het sommetje maar voor jezelf. En VVD zit mee bovenin. En ik weet nu precies wat jullie gaan zeggen tegen mij. Ja, ik voel hem al helemaal aankomen. Maar Harry, één groot drama geweest de afgelopen jaren met die VVD in de regering. Ja, en dan gaan jullie het allemaal opnoemen voor mij. Ja, toeslagaffaire, Groningen, Limburg. En dan ga zo maar door. Eén grote puinhoop. Stikstof. En zoek het uit. Dat gaan jullie allemaal aan mij vertellen. En dat Dylan waarschijnlijk ook niet degene is die wij per se, ik in ieder geval niet, als premier willen zien. Nee, dus ja, en nou dan. Ja, maar dat doet allemaal niet de zaken, vrienden. Nee, het maakt niet uit wat wij nou per se willen. Daar gaat het hier nu niet om. Onze voorkeur, die zetten we even, hoep, aan de kant. Het gaat gewoon nu om, houden wij Timmermans uit het torentje, ja of nee? En dat kan maar op één manier, VVD stemmen. Als we massaal, gewoon nu, ja, gewoon, dat moet nu gebeuren, strategisch. Want mensen die PVV willen gaan stemmen, stem VVD nu. Ga VVD stemmen en zorg dat VVD de grootste wordt. Misschien is het straks weer anders, hè? Ja, en dan kom ik er nog op terug. Ja, want je weet het niet, hè? Want het debat komt en misschien weer nieuwe peilingen. Maar dit is het voorlopig. Ja, we gaan met z'n allen VVD stemmen.